Kim Buist is 36 en komt uit Ravels, waar ze bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen net geen zetel wist te bemachtigen. De lerares Nederlands en Engels volgt als voorzitter Greet Goris op, die opnieuw schepen is geworden in Oud-Turnhout. Buist wil met de stembeslag van 2014 naar eigen zeggen verder bouwen op het werk van haar voorganger. Dat betekent onder meer strijden tegen de bouw van de nieuwe zuinige kernreactor Mira, die het SCK in Mol wil laten bouwen. Ook al is die reactor een toppunt van innovatie, iets waar Vlaanderen zo graag mee uitpakt. Kijk, er is een wet gestemd op kernuitstap, dus het zou dan toch vreemd zijn om pakweg 2,5 miljard te gaan investeren in een nieuw project. Kan men dat geld dan niet beter investeren in ander innovatief onderzoek naar hernieuwbare energie, naar manieren om die nucleaire uitstap dan toch te bewerkstelligen? Ook mobiliteit en logistiek blijven strijdpunten voor Kim Buist. Zo mag de Noord-Zuid-verbinding niet worden doorgetrokken tot Tilburg, omdat de weg te veel zwaar verkeer zou genereren. De roep naar bijkomende industriegebieden moet stoppen en de dagelijkse files van en naar Antwerpen kunnen niet worden opgelost door extra beton of een Oosterweelverbinding, zegt Groen. Er zijn een aantal dingen waar wij toch wel voor pleiten. Bijvoorbeeld een tramverbinding van Antwerpen naar Turnhout, die we dan misschien kunnen doortrekken tot in Tilburg, maar dan een treinverbinding van Turnhout naar Tilburg. Er gewoon eigenlijk voor zorgen dat mensen sneller en makkelijker het openbaar vervoer kunnen nemen. Niet extra wegen bijleggen en dergelijke, maar zorgen dat mensen niet meer auto's op de baan brengen, maar juist makkelijker die keuze maken voor dat openbaar vervoer toch wel. Groen stelt dus de zaken op scherp met het oog op de moeder van alle verkiezingen volgend jaar.